Ons drinkwater is vaker dan men wil toegeven verontreinigd. Dit zegt voedseltechnoloog Ricky Stuttgaard in gesprek met onze nieuwsdienst. Hoewel hij het niet zelf heeft onderzocht, vermoedt Stuttgaard dat het drinkwater van de SWM nu niet helemaal veilig is. De technoloog is ook niet tevreden over de informatie vanuit het bureau Openbare Gezondheidszorg, BOG, naar de gemeenschap toe. De instantie functioneert volgens hem niet op het gewenste niveau en is niet in staat de bevolking te beschermen. Met name het controlemechanisme van BOG laat volgens Stuttgaard te wensen over. Wanneer we kijken dus ook naar de berichtgeving, dan zeggen ze ons van het is nu veilig, toch? Maar ze vertellen ons niet wat was die afwijking. Hoe lang heeft die afwijking geduurd? Wat zijn de consequenties geweest van die afwijking? Wie waren de risicogroepen van die afwijking? Die dingen vertellen ze dus ons niet. Nu proberen ze dus ons de indruk te geven dat er kwaadwilligen zijn die negatieve geruchten de wereld in helpen over het drinkwater. Wanneer men zegt bijvoorbeeld van het is een afwijking is verholpen, dan kan ik zeggen bijvoorbeeld van dat kan niet juist zijn. Omdat wanneer we praten over afwijking, dat kan zijn een fysische afwijking, het kan zijn een microbiologische afwijking of een chemische afwijking. De overheid moet volgens Stuttgaard meer investeren in het BOG, zodat de instelling het gewenste niveau om ons te kunnen beschermen bereikt. Hij geeft aan welke groepen kwetsbaar zijn voor verontreinigd drinkwater. Kinderen jonger dan 5 jaar, hun weerstand is nog niet volledig ontwikkeld. Senior burgers, mensen ouder dan 60 jaar, omdat hun weerstand afneemt. Zwangere vrouwen, vanwege het feit dat het ongeboren kind. Mensen herstellende van een ziekte. En mensen met een chronische ziekte, alcoholisten, aidspatiënten, omdat hun weerstand verzwakt zijn. Die mensen, als ze eventueel een E. coli, een infectie zouden oplopen, zouden bij wijze van spreken kunnen leiden aan misselijkheid, braken, diarree, onderbuikspijnen en eventueel de dood. Voedseltechnoloog Ricky Stuttgaard over de kwaliteit van ons drinkwater. Volgens hem is het water verontreinigd. Intussen hebben zowel de Surinaamse waterleidingmaatschappij als het BOG in aparte verklaringen aangegeven dat er niets mis is met ons drinkwater. Vandaag hebben minister Patrick Pengel van Volksgezondheid en Regilio Dotsen van Natuurlijke Hulpbronnen benadrukt dat het drinkwater van de SWM veilig is.